Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij deze middag over imperialisme van Hannah Arendt. Georganiseerd door boomuitgevers Spui 25 en de Nederlandse Boekengids. Mijn naam is Marlie Huijer, ik ben filosoof en vanmiddag moderator van het gesprek. Voordat ik mijn gesprekspartners hier op de eerste rij aan u voorstel, eerst even, wie is Hannah Arendt? Mogelijkerwijs weet u dat al lang. Waar gaat The Origins of Totalitarianism over? En waar gaat imperialisme dit deel 2 over? Hannah Arendt is in 1906 geboren in de buurt van Hannover. Ze studeerde filosofie, promoveerde in de filosofie op het liefdesbegrip van Augustinus, een christelijke kerkvader. In 1933 werd ze gearresteerd door de Gestapo, kwam vrij, vluchtte naar Parijs en in 1941 emigreerde ze naar New York. Daar kwam in 1951 The Origins of Totalitarianism uit, haar grote werk over het totalitarisme. En daar werd ze al snel bekend mee. In de jaren daarna schreef ze nog verschillende boeken, waaronder The Human Condition, Eichmann in Jeruzalem, een boek over revolutie en haar laatste grote werk, Het leven van de geest, wat ook uit 3 delen bestaat. In The Origins of Totalitarianism wil Hannah Arendt begrijpen wat de elementen zijn die uiteindelijk hebben geleid tot het totalitarisme van Nazi-Duitsland en Sovjet-Rusland, het Stalinisme. En ze laat daarin zien hoe allerlei elementen, waaronder antisemitisme, waar deel 1 over gaat, imperialisme, racisme, het ontstaan van de nazistaat, kortom, allerlei elementen uiteindelijk leiden tot dat totalitarisme. Tot wat ze beschrijft in het laatste deel, totalitaire bewegingen, totalitaire terreur, totalitaire propaganda en uiteindelijk de concentratiekampen. Vanmiddag hebben we het dus over deel 2, imperialisme. En dat is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Beetje wonderlijk, eerst deel 3 verschenen, toen deel 1, nu deel 2. En dat is vertaald door Willem Visser, die ook deel 1 vertaalde. De eerste 4 hoofdstukken handelen over de periode 1870-1914. Als de Europese nazistaten, er zijn relatief jonge nazistaten, daarvoor waren er vooral keizerrijken, die gaan over tot imperiale expansie, dus voorbij die grenzen van de nazistaat. En dat gebeurt met name in Afrika en Zuid-Azië, of Azië. In 1914 is zo'n 90% van het aardoppervlak onder beheer van Europese imperiale mogendheden. De motor van dat imperialisme is het kapitalisme. Er is overtollig vermogen, overtollig kapitaal, er zijn overtollige mensen, veel werkloosheid. Maar de legitimatie wordt gevonden in racisme, in het denken over superieure en inferieure rassen. En de manier waarop het imperialisme in praktijk wordt gebracht is via bureaucratie. Een mengeling van racisme en bureaucratie, waardoor de koloniale bestuurder op afstand van de bevolking, maar wel in de koloniën, de bevolking daar kan, de zogenaamde inferieure bevolking kan onderwerpen. Arendt laat zien dat die elementen als een boemerang terugslaan op Europa en daar vruchtbare grond vinden in de panbewegingen. Enerzijds de pan-Germaanse beweging, die alle Duitsstaligen in Europa onder één, nou ja, wat is het, staat of wat dan ook wil verenigen. En anderzijds de Slavisch sprekende pan-Slavische beweging. Die bewegingen die monden uit in totalitaire bewegingen en uiteindelijk in het totalitarisme. Het laatste hoofdstuk, tenslotte, gaat over de periode na 1918, dus na de Eerste Wereldoorlog. En dan zijn de keizerrijken uiteengevallen, ook in Oost-Europa ontstaan nazistaten. En wat er dan gebeurt, is dat de minderheden binnen de grenzen, de migranten, de vluchtelingen en de statelozen, plots geen garantie hebben op rechten. Hun rechten zijn er feitelijk niet. Er is geen instantie die dat kan garanderen. En dat is voor Arendt reden om te pleiten voor het recht
om recht te hebben en het recht om tot een politieke gemeenschap te behoren. Voordat ik nu dus de sprekers ga voorstellen, nog even een kort fragment van een interview met Hannah Arendt uit 1964 met Günter Gauss. Ze is dan 58 jaar. Geschichte noch für Politik interessierten. Sie sind, Frau Arendt, 1933 als Jüdin aus Deutschland emigriert. Damals waren Sie 26 Jahre alt. Hat Ihre Beschäftigung mit der Politik, das Aufhören des Desinteressements an Politik und Geschichte, einen ursächlichen Zusammenhang mit diesen Vorgängen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, darüber ließe sich lange eher reden. 1933 war dieses Desinteressement nicht mehr möglich. Es war schon vorher nicht mehr möglich. Und hatte auch vorher bei Ihnen schon aufgehört? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe doch mit Spannung Zeitungen gelesen. Ich habe doch Meinung gehabt. Ich habe keiner Partei angehört. Ich habe auch gar kein Bedürfnis danach gehabt. Ich war zum Beispiel seit ungefähr 31 fest überzeugt, dass die Nazis ans Ruder kommen würden. Und ich habe doch in ständiger auch Auseinandersetzung mit anderen Menschen über diese Probleme gestanden. Aber systematisch mich mit diesen Dingen befasst, habe ich eigentlich erst in der Emigration. Ich habe eine Zusatzfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ausgehend von der Überzeugung seit 1931, dass der Machtantritt der Nazis sich nicht verhindern lassen würde, hat es Sie nicht gedrängt, aktiv dagegen durch Eintritt in eine Partei etwas zu tun, oder haben Sie dieses nicht mehr für sinnvoll gehalten? Na, ich persönlich hielt es nicht für sinnvoll. Wenn ich es für sinnvoll gehalten hätte, das ist alles sehr schwer nachträglich zu sagen, hätte ich vielleicht etwas gemacht. Ich hielt es für hoffnungslos. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, ja, die sogenannten Schutzhaften. Ja. Danach, Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationslager. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, mag ich die Sprekers nach vorne fragen? U zit helemaal links van mij, Anja Topolsky. Zij is universitair hoofddocent wijsgerige ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij schreef meerdere boeken over Hannah Arendt en ook veel artikelen. En haar huidige onderzoek gaat over racisme in Europa en dan vooral gelinkt aan religie. En hier meteen links naar mij zit Lisbeth Schoonheim. Zij is postdoctoraal onderzoeker in de politieke theorie, ik moet heel even kijken, dat klopt, hè? Ja. Aan de Humboldt-Universiteit zu Berlin. En ook zij publiceerde veel over Hannah Arendt en overigens ook over Michel Foucault, waar wij elkaar goed van kennen. Het programma voor vanmiddag ziet er zo uit. Wij gaan het gesprek aan over, zeg maar, we volgen een beetje de lijn van het boek. Dus het zal gaan over imperialisme, over racisme, rasdenken, die boemerangtheorie en over dat recht om recht te hebben. Vervolgens zullen wij natuurlijk ook een aantal kritische kanttekeningen plaatsen en kijken wat is nou de actualiteit en relevantie van dit werk. Op verzoek van de sprekers ga ik tussendoor, ongeveer zo iets na half zes,
vast 10 minuten met u praten. En dat doen we aan het einde ook nog een keer. Dus ik krijg 2 mogelijkheden om met de sprekers in gesprek te gaan. Tussendoor krijgt u ook nog een filmpje te zien van Esha Guy Hajjaj. Die kan helaas niet aanwezig zijn, maar zal dus via een video een column voorlezen die hij publiceert in de Nederlandse boekengids. Anja en Lisbeth, imperialisme is nou niet het allermakkelijkste boek om te lezen. Er zitten heel veel historische feiten in. Het is ook, valt ook nog niet mee om de denklijn te ontdekken. Zouden jullie kunnen zeggen, wat was nou je eerste indruk toen je dit boek had gelezen? Mag ik met jou beginnen, Anja? Amai. Dat is wel lang geleden, hè? Echt. Ik denk gewoon zo echt bewonderd van hoe kon iemand, die heeft zoveel meegemaakt, die was zo 18 jaar starteloos, die komt dan in de Verenigde Staten, die kon bijna geen Engels schrijven of spreken. Die heeft deze onderzoek kunnen doen. En ook een hele traumatische ervaring moeten verwerken op hetzelfde moment. Terug naar Duitsland, terug in contact met Heidegger. Maar hoe heb je zoiets kunnen schrijven met zoveel ideeën die nog steeds eigenlijk totaal spot-on? Dus zo'n bewondering en de feit dat het moeilijk was om te lezen, ja, als filosoof, het kan veel slechter. Hè? Ik probeer Kant te lezen in het Duits. Het was gewoon, in het eerste indruk was gewoon totaal bewondering. En het bleef nog steeds, zeker als we kijken bij de filosofische kanon, zo echt meer westerse, ze bleef zo een uitzondering. Ze heeft een ander invalshoek, een ander blik, die gewoon totaal anders is dan alles wat ik heb tot dan gelezen. Dus voor mij, en dat bleef nog steeds. Ja, ze heeft een andere manier om alles te bekijken. Dus bewondering. Lisbeth. Ik denk dat de eerste keer dat ik dit boek las, dat ik niet zo goed doorhad hoe geniaal het is. Dus het is een tekst waarnaar je toe terug kan keren en keer op keer wordt die tekst rijker en rijker. Ah, dankjewel. dus de eerste keer dat ik het las, natuurlijk is het meeslepend en super interessant en je verzandt een beetje in de details ook, zoals je zei. Dus het is soms een beetje lastig. Het is ook niet een boek wat je van A tot Z kan lezen, dus... Nou ja, misschien de reden dat het op een gekke manier vertaald is, correspondeert ook misschien een beetje met de doelstelling die Arendt had in het schrijven van het boek. Een gekke manier bedoel je eerst totalitarisme, toen antisemitisme? Ja. Ik bedoel, ze spreekt er ook over natuurlijk als losse elementen die bij elkaar kristalliseren. Dus het is niet een chronologische uiteenzetting. Ik denk dat dat van belang is in het lezen van het boek. Het is een boek waardoor je heen en weer kan springen, omdat het... Zelf, je zou kunnen zeggen, het is een genealogie. Dus het zijn heel veel verschillende elementen die uit verschillende historische momenten samenkomen, als het ware. Als een soort van rivierstromen die samenkomen op een specifiek punt. En je moet al die rivierstromen traceren om te begrijpen waarom die rivier daar ontstaat. Waarom het totalitarisme opeens opspringt. Niet uit het niks, maar wel met duidelijke precedenten. En ik denk voor mezelf, als ik nu terugkeer naar die tekst, dan... ben ik zo verrast, ten eerste inderdaad wat Anja vertelde over hoe kan het zijn dat iemand die getraind is als filosoof zo ongelooflijk veel empirische, historische data verwerkt heeft en daar op zo'n zinnige manier een analyse van kan maken. En anderzijds de concepten die ze gebruikt. Dus bijvoorbeeld, ik heb het herlezen natuurlijk in voorbereiding op vandaag en de manier waarop ze racisme en nationalisme van elkaar ontward. Ik denk dat dat nog steeds een gigantische hedendaagse relevantie heeft. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de manier waarop ze in het eerste deel van imperialisme een onderscheid maakt tussen natiestaten, waarin er een bepaald parlement is die de volkswil zogezegd vertegenwoordigt en vormt. En racisme is eigenlijk iets wat daar niet hetzelfde van is. Dus dat is eigenlijk iets wat dat doorbreekt. Wat geen nood heeft aan representatie, wat geen nood heeft aan instituties. En racisme betekent eigenlijk een onderscheid binnen een bevolking zelf, binnen een gemeenschap zelf, tussen het hogere en het lagere. En ik denk dat dat heel behulpzaam is voor ons nu om na te denken hoe racisme, ik denk aan alt-right bewegingen, dat is geen nationalisme. Dat is een internationaal fenomeen.
Juist omdat er over de landsgrenzen heen, over de grenzen van hedendaagse democratieën heen, een bepaalde affiliatie is tussen dat denken in een hoger en een lager gedeelte. Zogenaamd hogere en lagere rassen. Dus er is enerzijds heel veel historische data, maar ook ongelooflijk veel hedendaagse relevantie. Ja, Lisbeth, jij zegt het nationalisme of het racisme gaat voorbij die nationale grenzen. Ik heb het ook gelezen als dat het denken in rassen sowieso, dat er verschillende rassen mensen zijn, dat dat racisme wordt op het moment dat het imperialisme naar boven komt. Dus als die overschrijding van de nazistaat plaatsvindt. Wat verstaan jullie onder imperialisme? Ik ken het vooral als een term uit de jaren 70. Dat is om te schelden op een internationale bedrijven. Wat is imperialisme? Wat verstaat zij daaronder? Of wat moeten we daar nu onder verstaan? Kan ik iets toevoegen aan de eerste vraag voordat we gaan naar de tweede? Ja. Want in het derde boek, ze spreekt wel, en dit is een Nederlands term die... Sorry, maar ik kan het niet goed uitspreken. Oye, onion... The onion. Oh, de ui. De ui. Sorry. Diphthongs zijn echt niet te doen. Maar dus ze spreekt... En eigenlijk, wat interessant is, je moet ook haar lezen op hetzelfde manier. Je kan het niet één keer lezen, maar elke keer is er nog een laag. Dus eigenlijk, als je het goed gelezen, moet deze zijkant volledig zo tonen van 10 keer lezen. Want dat moet je gewoon... Elke keer, want nog steeds als ik ga terug, zie ik van, ah, dit heb ik gemist. En ik heb het zo vaak gelezen. Dus het is eigenlijk geschreven om te lezen, gewoon ja, herlezen en herlezen. Het is ongelooflijk. Maar toch plakt ze een stempel imperialisme op. Dus hoe moet ik dat dan zien? Wat is imperialisme en hoe zit dat in die ui? Ik zou zeggen... Hier, en dit is ook, er zijn heel veel mensen die super kritiek over Arendt, die zegt van Arendt was niet bezig met economie of kapitalisme of Marx. Dat klopt gewoon niet. Ze heeft ongelooflijk veel over Marx. Dus voor mij is deze stuk echt over hoe komt het hele discussie over kapitalisme en economie in al die andere lagen. En je ziet eigenlijk dat dat eigenlijk een rode draad is, want het staat ook over antisemitisme. Het komt terug en dan een link met vandaag. Dus voor mij... Ik lees deze als eigenlijk haar analyse van hoe geld niet gekoppeld aan een nazistaat of niet gekoppeld aan een politiek gemeenschap, welke gevaar dat kan zijn. En we zien dat vandaag in ons maatschappij. Dus voor mij, ja, het is niet één laag, maar gewoon een rode draad door het hele analyse. En misschien om daaraan toe te voegen, het kernconcept voor haar hier is wat in het Engels superfluousness is, dus overbodigheid. En overbodigheid heeft betrekking op de accumulatie van kapitaal. Het feit dat er zoveel geld wordt verdiend in Noordwest-Europa, dat het niet meer geïnvesteerd kan worden binnen Noordwest-Europa en dat het een outlet moet vinden door middel van imperialistische praktijken. Dus het wordt geïnvesteerd in Afrika bijvoorbeeld of in andere plekken. Maar dat betekent ook dat er regeringsbescherming moet komen. Dus die investering moet veilig gesteld worden. Dus er is een manier waarop de superfluous capital geïnvesteerd wordt in andere gebieden. Dat is een analyse die ze van Rosa Luxemburg overneemt. Het is ook een analyse... Goed, dat is een ander punt. Misschien komen we daar nog wel aan. Die niet per se beperkt is misschien tot de periode waar zij het over heeft. En dan is superfluousness ook... heeft ook betrekking op diegenen die buiten de boot vallen. In dit boek is het volgens mij vertaald met plebs. Ik denk, dat is een hele begrijpelijke keuze. Maar superfluous mensen zijn eigenlijk diegenen die vanuit alle lagen van de bevolking, hoger, midden, onderklasse, overbodig zijn. Omdat ze niet meer deel kunnen nemen aan het productieproces. En het zijn die mensen, de mob, zoals ze zegt, die op avontuur gaan. Die afgescheept worden naar de buitengewesten. De zogenaamde buitengewesten. En dat is een soort van de historische context waarin ze het heeft over imperialisme. En het is een hele nauwe definitie. Dus specifiek gaat het om de periode van het congres van Berlijn in 1884, dankjewel, tot de liquidatie van het Britse Rijk. Dus dat is eigenlijk een hele nauwe periode. En dat is opvallend, want normaal gesproken, als we het hebben over kolonisering, is dat een veel langere periode natuurlijk. Dus misschien is dat een thema waar we het over kunnen hebben, want ik ben enerzijds heel erg overtuigd van het fijne onderscheid wat ze daar maakt. Want daar vindt iets specifieks plaats in die periode. De Scramble for Africa. Dat is een heel specifiek historisch proces.
En ze zegt dat racisme enkel en alleen op dat moment een rol gaat spelen. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, en ik denk dat dat... Ik vind het een problematische analyse, omdat racisme ook al veel eerder een rol speelde. Als we het hebben over de slavernij. Slavernij was al afgeschaft tegen de tijd dat imperialisme... Maar voor haar is dat race thinking. Maar wacht even, want dit moeten jullie even heel goed uitleggen. Oh, sorry. Moet je even heel goed uitleggen. Want Hannah Arendt maakt een onderscheid tussen rasdenken, waarbij Frankrijk, Engeland, Duitsland, elk op een eigen manier opeens gaan denken in hogere en lagere bevolkingsgroepen, omdat ze eerst geïnteresseerd zijn in al die volken daar elders die bestaan en mensen die er anders uitzien. En vervolgens komt zij met een politiek concept over racisme. En daar zijn jullie, en de brug is het imperialisme. Daar zijn jullie kennelijk kritisch over, maar kun je eerst even uitleggen wat het verschil is tussen rasdenken en dat politieke racisme? En hoe gaat van het een, volgens Arendt, hè? Ja. Hoe gaat van het een naar het ander over? Mag ik nog een citaat lezen die terugkomt? Nee. Lees jij lekker een citaat. Is goed. Doe maar. Het is gewoon omdat ik vind wel, dus eigenlijk op de voorpagina van Imperialism komt een citaat. Ik zou de planeten annexeren als ik kon. En dat is van Cecil Rhodes, dus dat is ook interessant. Maar je sprak juist van mensen die gewoon eigenlijk gaan op zoek naar adventure. Dat is precies ook, ik dacht hierover van, en nu gaan wij precies hetzelfde doen, echt over de planeten. Dus we zijn nog steeds in dit soort van gedachten van, we gaan eigenlijk met mensen met veel geld, die hebben geen zin om politiek verantwoordelijkheid op te nemen, gaan gewoon echt op spelse manier planeten koloniseren. Want nu spreken we wel van Mars en nog wat andere planeten. Dus voor mij, als we moeten denken over wat imperialisme is, het is echt dat soort van gebrek aan politiek verantwoordelijkheid. En geld die geeft gewoon een recht om te doen wat we willen, overal. Niet alleen op de aarde zelf, maar denk over klimaatvragen, maar ook op andere planeten. Dus het is wel echt dat soort van... En we zien dat nog steeds, nog meer in onze maatschappij. Dus die citaat is nog sterker nu dan de eerste keer dat ik het las. Okay, maar nu maar heb ik... Anja, dit citaat komt vanuit West-Europa, vanuit die imperiale natiestaten. Dus... Hoe zit dat met, want daar bedoel, dan moet je al over rassen denken, anders kan je niet zo monomaan vanuit één continent de hele wereld en uiteindelijk alle planeten gaan overheersen. Wat en dat wordt gelegitimeerd door het rasdenken en het racisme. Hoe zit dat nou precies, Lisbeth? Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is om te beseffen dat voor Arendt ideeën niet per se causale macht hebben. Dus het is niet dat er een bepaald idee is van ras dat mensen racistisch gingen handelen. Het was dat er een corpus van ideeën was, race thinking, en dat kwam verdomd goed uit toen er al eenmaal een imperialistisch project bezig was. En het is daarom dat het aan belang heeft gewonnen. Ik zeg dat ironisch natuurlijk. En ik denk dat dat belangrijk is. Het is dus niet dat de vroege denkers over, in termen van ras, de oorzaak zijn. De oorzaak van racisme als een praktijk waarin bepaalde bevolkingsgroepen gekoloniseerd zijn, onderhevig zijn geweest aan geweld en al dat soort dingen. Dat zit in specifieke, concrete praktijken. Race thinking is een set auteurs in de 18e, 19e eeuw, met name in Frankrijk. Ernest Renan. Precies, Gobineau, die bezig zijn met nadenken over, wat ik eerder ook al aanhaalde, een onderscheid binnen de bevolking zelf, binnen het bodypolitiek zelf, tussen een hoger en een lager ras. Specifiek bijvoorbeeld in Gobineau, Bonnivier, is het de aristocratie die zag dat hun macht inboette. En die dachten, wij kunnen zeggen dat we eigenlijk Germaans zijn en superieur. En dat eigenlijk het lokale volk inferieur is. Dus dat is een soort van de historische achtergrond van het race thinking. Het klopt niet. Dus mijn onderzoek voor de vorige 10 jaar was precies, ik ging wel bij Gobineau, bij Renan. En eigenlijk, Arendt, haar analyse is fantastisch, maar het klopt gewoon niet. Bij Renan zouden we zien, eigenlijk het hele idee van die Aryan en de Semieten komt via een hele soort van, hoe zeg je dat? Philology. Filologisch. En die bron van die... Taalanalyse. Ja, maar die bron komt eigenlijk uit religie. Dus het idee van een Semiet komt van Shem, dat is de middelkind van Noah. Dus je hebt eigenlijk de bron zit bij religie. En voor Arendt, omdat blijkbaar was ons maatschappij seculair, ze kon niet de link zien tussen rasdenken en die termen van Renan en religie. Maar het klopt niet dat het binnen één nazistaat was, of een natie, wat ze zei. Want Renan heeft eigenlijk gesproken over de hele wereld.
Dus ik vind... maar je vraag was... Maar ze maakt een onderscheid, hè? Want in Engeland met Edmund Burke zegt ze... Het is aangeboren en er zijn verschillende rassen echt ook geboren. Polygynie op de aarde. In Duitsland is het weer heel erg parallel aan de natie, het ontwikkelen van de natiestaat. Dus het zijn verschillende vormen in alle landen. Maar je hebt gelijk dat ze het nergens aan religie koppelt. Ja, en die discussie van monogenie versus polygyny komt eigenlijk een discussie over in de Bijbel zelf. Is het allemaal één ras vanuit Adam of zijn er verschillende rassen? Dus die hele discussie komt van een theologisch context. Ja. Maar Arendt kon dat niet zien. En waarom kon ze dat niet zien? Oh, now I'm going to get in trouble. Ik vrees omdat ze, wat we eigenlijk nog steeds zien bij onze maatschappij, de link tussen het christelijke samenleving en het secularisme een beetje uit elkaar trekken. Alsof die twee niet gelinkt. En Arendt had zo'n idee van, ik ben Joods, maar ik ben een seculair Joods. En dus ze kon niet zien het maatschappij was nog steeds heel christelijk. Ik probeer een beetje voorzichtig, want het is een typisch seculair Joods idee dat secularisme bestaat en dat Joden eigenlijk kunnen echt behoren tot een politiek gemeenschap als ze nog Joods zijn. En dat was een beetje het... Je ziet het ook bij Edward Said, dus het is niet alleen Joden, maar het is wel... beetje een trap, een idee. Edward Said, Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper... Ja. Die over Orientalisme heeft geschreven. Nog een heel belangrijk boek. Ja. Maar ja. Ik krijg het gevoel, als ik jullie zo hoor... dat rasdenken in Europa bestaat... en dat het getransponeerd wordt naar de koloniën. Hannah Arendt zegt eigenlijk het omgekeerde. Hè? Die zegt, die Hollandse boeren in Zuid-Afrika... die wisten initiatief te nemen... en die wisten gewoon andere zwarte mensen te onderdrukken... en hun aan het werk te zetten en tot slaven te maken. En dat hele idee van overheersing en politiek racisme... wat in de kolonie ontwikkeld werd... kwam als een boemerang terug in Europa. Dus... Was er geen imperialisme geweest, dan was er nooit nazisme en vind ik wel, ja, altijd totalitarisme geweest. Dat is nogal een boute stelling. En ik krijg eigenlijk bij jullie het gevoel dat het omgekeerde aan de orde is. Lisbeth, hoe zie jij die boemerang? Ik denk dat die boemerang er zeker is. En even denken, goed. Dus ik denk dat het inderdaad van belang is dat Arendt op een gegeven moment in een van de hoofdstukken het heeft over racisme en bureaucratie. Dus racisme probeert ze vooral uit te diepen in de context van Zuid-Afrika. Het is een van de passages die ik het moeilijkst vind in het boek. In de zin dat ze daar zoveel dingen schrijft waar je heel moeilijk overheen kan zetten. Dus het is een gekke combinatie waarin ze probeert om een existentialistische analyse te geven... dus heel concreet wat ze zegt, en ik vind het bijna moeilijk om het te formuleren... is dat daar de boeren die naar Zuid-Afrika gingen... die werden geconfronteerd met een land wat weinig vruchtbaar was... maar waar wel heel veel mensen woonden, dus plaatselijke bevolking. En in reactie tot wat zij zegt in haar woorden... de moeilijkheid om zich te identificeren met de lokale bevolking... als zijn er die ook mensen, omdat de schok zo groot was... omdat het mensen waren die in een... stam woonde. Ze gebruikt het woord tribe daar. Dat woord zullen we nu niet meer gebruiken. Het woord stam zullen we ook niet meer gebruiken. De facto zegt ze dat het zo'n vervreemdende ervaring was... dat daar racisme tot stand kwam. En ik denk dat dat is zo lastig. Ik bedoel, dat is niet een analyse die ik accepteer. En de reden waarom ik het niet accepteer... is omdat het heel erg de nadruk legt op die vervreemding, heel erg de nadruk legt op de dehumanisering die daar plaatsgevonden heeft. En ze spreekt er ook in termen die heel antiprimitivistisch zijn. Dus ze spreekt over de lokale bevolking die zogezegd geen gevoel voor tijd hebben, of geen cultuur, of geen politieke eenheid, geen politieke gemeenschap. Dat is de facto niet waar. Dus ze geeft geen stem aan de mensen daar. Mm-hmm. Dus wat ze wel doet in het derde gedeelte over totalitarisme. Daarin gebruikt ze opvallend genoeg bijna dezelfde termen... als het heeft over de ervaring van de mensen die in een kamp zitten... als wanneer ze spreekt over de bevolking van Afrika. Namelijk dat het een soort van spookbestaan is... wat niet te vatten is in taal... waarin de ervaring een soort van rupture
is, gefragmenteerd is. Maar in dat derde deel gaat ze specifiek in op memoires, op autobiografieën. Probeert ze de ervaring van de mensen die bijna niet te communiceren is in de kampen een plek te geven. En dat doet ze niet in het gedeelte over imperialisme. Ja. Ja, dus dat is één aspect, het deel van racisme. En bureaucratie is het andere aspect dan. Maar betekent dit dat je haar these dat het racisme het denken in superieure en inferieure rassen, die als een boemerang teruggaat naar Europa, dat je die ook niet onderschrijft? Wat super interessant is in haar analyse is dat het de bestuurstechnieken zijn die terugkomen. Dat is een term van Foucault en dat is niet een term die zij gebruikt, maar specifiek hoe wordt de plaatselijke bevolking aangestuurd? Wat gebeurt er in de gebieden die onder een imperialistisch bewind vallen? Dat is niet een normale rechtsorde. Dat zijn decreten, dat zijn geïmproviseerde regels die daar uitgevaardigd worden. Dat zijn willekeurige regels die gedoeld zijn, gericht zijn op een soort van productie, maar ook op expansie voor expansie. En ik noem het bestuurstechnieken met Foucault. Dus dat is niet de normale wetgeving. Daar zit geen normale continuïteit in de wetten die daar zijn. En die komen terug. En ik denk dat dat super fascinerend is. Dus we hebben het hier over gehad in het voorgesprek. Foucault heeft het alleen maar over hoe die bestuurstechnieken binnen een Europese context tot stand komen. En wat Arendt doet is geniaal, want hij toont dat die eerst plaatsvonden in de zogenaamde periferie, ja, en daarna terugkwamen. Ja. Ja. Anja, zijn er nog meer elementen die als een boemerang terugslaan? Dus behalve het racisme, de bestuurstechnieken, zijn er nog andere elementen? Maar eerst denk ik wel. Ja, ik ga gewoon een paar soort van footnotes. Dat is altijd zo met Lisbeth. Ik vind wat belangrijk is in het eerste hoofdstuk, Arendt eigenlijk wil antisemitisme niet zien als racisme. Of niet op de manier dat ze ziet eigenlijk racisme in het tweede deel. Want Arendt is een beetje met hetzelfde verhaal van racisme is over kleur. En dehumanisering gelinkt aan ja, houdetype of fenotype. En eigenlijk als je leest nu met de kennis dat we hebben over antisemitisme, het idee dat ze maakt het verschil tussen anti-Judaïsme en antisemitisme is een heel problematisch verschil. Want als we kijken bijvoorbeeld in het verhaal van Iberia of de Inquisitie, of we zijn nu in Amsterdam, dus het hele verhaal over de familie van Spinoza, we zien heel duidelijk de dehumanisering en de hele idee van ras begint zeker in het 15e eeuw, of nog erger, of nog vroeger misschien. Dus en voor Arendt, dat is allemaal rasdenken en niet racisme. En dat vind ik heel problematisch. Dat ze kan niet zien dat die twee zijn altijd gekoppeld aan elkaar. Eigenlijk alsof dat die gedachtegoed niet actief was in Europa. Maar we zien dat wel met het hele Europese geschiedenis. Dat racisme bestond zeker voor de 18e eeuw. Dus daar is het wel een boomerang voor mij. Die begint helemaal in Europa met antisemitisme, met anti-ziganisme, dus discriminatie tegen Roma. Die eerste slavernij was in Europa tegen de Roma. Dus Arendt ziet dat niet. Ze wil het eigenlijk niet zien als racisme, want ze is zelf die impliciet Europese binnen Europa. Zijn alle mensen op een hoger niveau. Het is alleen in Afrika dat mensen toch wat minder zijn voor Arendt. Dus ze is zelf, ja, product. Ja, zij noemt dat rasdenken noemt ze opinies over andere bevolkingsgroepen. Ja. En jij zegt het gaat veel verder. Absoluut. Als we kijken in de geschiedenis, we zien dat wel. We zien het wel in het middeleeuwsperiode. Misschien een beetje chockerend, maar de 1215, dus de nu vierde Laterans Council. Concilie, ja, sorry. We zien het daar, dus de wet, die staat er, 68 volgende mee, is de wet die nog eigenlijk gebruikt was door de nazi's, dat Joden moesten wel andere kleren dragen. Kleur was heel, gelinkt zeker ook aan het boek. Om te tonen op straat wie Joods was en wie niet Joods was. Het kippa bestaat van die tijd. Het was ook zo met wat toen heet Saracens, dus eigenlijk een heel slechte term voor moslims. Dus superveel van die racisme, discriminatie, dehumanisering en de wetten begint
in de middeleeuwse periode. En het was een binair van christelijk en niet-christelijk. Iemand christelijk had wel een ziel. Iemand niet-christelijk had geen ziel en kon dus geëxterminerd worden. Dus het begint in Europa met religie. Maar voor Arendt, ja, Joden kon wel seculair zijn. Dus die separatie tussen religie en antisemitisme. Maar dus voor mij, ja, de bron is... En dus de boemerang begint in Europa, gaat inderdaad uit. Trouwens, we moeten wel, dit is belangrijk, we moeten nu iets wel over Césaire zeggen. Want we spreken over Arendt en Boemerang, maar eigenlijk komt dat van Émile Césaire, die eigenlijk een boek daarvoor... Nee, geen boek, maar een lezing. En gebruikt dit Boemerang-effect. Dus het is Arendt die een term zonder citaat, volgens mij, van Césaire. En dus, ja, ik zou zeggen, dat moet ook vertaald en gelezen worden. Want het hele thesis... Dat is het boekje over kolonialisme. Daar zal ik ook wat door Gras Ndiago is vertaald en dit jaar in, amazing. Is uitgekomen. Ja. Okay. Ja. En dat is uit mijn hoofd uit 1955, dacht ik. Het kan zijn dat de eerste versie al iets eerder... Ja, en de boemerang komt vroeger in zijn teksten. Dus, ja, maar het meest bekende... Maar Césaire zegt echt van... Het zat al diep in de... Dat nazisme zat al diep in Europa en is verplaatst naar de kolonies. En volgens mij, Arendt kon dat niet zien, omdat ze wou dat Joden toch wel anders behandeld worden dan inderdaad mensen van kleur. En we zien dat nog steeds in Europa van... Ja, als we spreken van politiek, is het vaak zo... racisme en antisemitisme. Alsof antisemitisme geen racisme is. Waarom dit uitzonderlijk plaats voor antisemitisme, voor de Shoah? Dat is een problematisch... Ja. Ja. Zou je daar nog iets aan toevoegen, Lisbeth? Anders dan gaan we naar het publiek. Nee, ik heb zoveel vragen en zoveel opmerkingen. Dus het is heel fijn om een dialoog zo te hebben over deze thema's die me na aan het hart liggen. Wat denk ik heel interessant is, is een analyse die Arendt maakt met betrekking tot dat overbodige kapitaal. En hoe dat dan vereist dat er eigenlijk grond en populatie is wat nog natuurlijk is, wat nog niet geprivatiseerd is. En ik weet dat we hebben in het verleden gepraat over Silvia Federici bijvoorbeeld en de analyse van de kolonisering in de VS. En Federici is een geweldige socialist feminist die eigenlijk in dezelfde soort analyse doet. Dus die zegt eigenlijk dat we zien dat elke vorm van kapitalisme veronderstelt primitieve accumulatie. Dus het met behulp van door middel van geweld privatiseren van iets wat collectief is. Dat kan zijn lichamen, dat kan zijn grond. En het is eigenlijk in het nasleep van die, het is in de nasleep van die primitieve accumulatie dat daar racisme een rol speelt. En Silvia Federici gaat veel verder terug. Die heeft een andere focus. Die richt zich ook op Afrika, maar die kijkt ook naar Noord- en Zuid-Amerika bijvoorbeeld. En ik denk dat toen ik nu imperialisme aan het herlezen was, dacht ik, waarom heeft ze het niet over die delen? En ik denk dat dat deels een geografische focus heeft. Ze heeft het niet over Spanje en de kolonisering door Spanje, ja, bijvoorbeeld. En ik weet niet, ik ken jouw onderzoeksinteresse. Ik ga het een beetje verdedigen, want ik heb zo van... Oké, wacht even. Federici, fantastisch, Caliban and the Witch. Ik ken de naam niet. Dus kun je iets beter uitspreken? Oh, sorry. Caliban, ja. Een heel belangrijk figuur, zeker als we denken over koloniale literatuur. And the Witch, en de heks. Oké. Het is mijn lievelingboek. Eén van mijn. Maar Arendt heeft eigenlijk dit hele boek geschreven vanaf 1945 tot en met 1948. Het heeft wel een paar jaren om te kunnen vertalen en haar Engels beter maken. Dus het was een heel lang proces, blijkbaar. En met welke toegang, tot welke bronnen? Europa was totaal... Ja, welke archieven? Dus we kunnen... Ja, nu ga ik van zoiets kunnen schrijven met zo weinig bronnen... is gewoon niet te vergelijken met Federici. Die heeft wel het 30 jaar, 40 jaar later. En het is inderdaad, haar focus was wel echt over Duitsland, West-Europa en die linken. En veel minder over inderdaad Iberian Peninsula of die eerste kolonisatie van Verenigde Staten en de Amerika's. Dus het is, eigenlijk zou je de twee moeten samenbrengen een beetje.
We gaan even naar het publiek. Jullie krijgen een minuut of acht om even een paar vragen te stellen. Stel ze alsjeblieft heel kort en geen exposés. Wie wil heel graag op dit moment, u krijgt aan het einde nog een keer de kans. Dus wie wil graag op dit moment een vraag stellen? De meneer met de baard. Ja, sorry dat ik u meteen op een lichamelijk iets vastpin. Maar... Ja, ik wil wat vragen over dus, het verschil tussen racisme en antisemitisme. Je ziet dat dus de nazi's, het Germaanse ras, het Noordische ras... Hè, waar wij Nederlanders ook dus bij horen... dat die dus de Afrikanen inferieur vinden... en dat ze die dus uitbuiten, onder andere in Namibië. Maar het Joodse ras, dat werd niet uitgebuit, het moest vernietigd worden. En ik kreeg dus wel eens de indruk, als ik het een en ander lees... dat zij het Joodse ras niet zozeer inferieur vonden... maar dat ze dat een concurrerend ras vonden. Dat is een vraag waar een heel lang antwoord op kan komen. Kan ik een van jullie twee heel kort hierop laten antwoorden? Wauw. Ja. Ik heb altijd zo livestreamed. I don't want to get in too much trouble. Ik ben een beetje zoals Spinoza, zonder synagoog nu. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Eigenlijk, ja... We kunnen zeker literatuur vinden van de 19e eeuw, zeker vanaf... 1840, 1880, waar het inderdaad gepolitiseerd wordt als concurrentie. En ik vind dat een beetje een soort van een interne imperialistische concurrentie. Maar als we kijken... Maar dat is ook omdat voor Arendt het begint alleen pas in de 19e eeuw. Maar dat klopt niet. Als we lezen van de 13e eeuw of 14e of 15e teksten over Joden, over moslims, over... Ja, nee, want dat is wat interessant is. Als we kijken over het verhaal van Noah en het verschil tussen Japheth, Shem, bij alle tradities dat bestaat, maar toch leidt dat niet tot slavernij, behalve bij de christenen. Dus het is niet gewoon monotheïsme. Dan gaan we te snel moeten echt zien dat er linken zijn tussen de drie godsdiensten, maar toch wel groot verschillen, omdat, als we denken van wat is racisme, op één kant is het een gedachtegoed van dehumanisatie, maar het is ook eigenlijk de mogelijkheid om dat te uitoefenen. En door kolonisatie hebben wel de christelijke dat tweede deel die niet hetzelfde was bij andere groepen. Dus het is niet... Ja, sorry, maar nu... Excuseer, ik ben een beetje afgeleid. Oh, ja, de vraag is natuurlijk ook... Ja. Joden waren bankiers, behoorden tot de culturele elite. En dat is alleen heel laat. Eigenlijk, daar zijn zeker duizenden jaar daarvoor die zoveel dehumanisatie... Over de Joden, dat vind ik wel een heel simpel focus op één bepaald moment, zonder te zien dat... Gewoon... Wacht. Nee, dus we gaan niet discussiëren. Is er nog een andere vraag? Daarachter. Waarachter? Daar, een meneer met een rode trui. Ja. Als je nou helemaal niets weet van andere culturen... en niets begrijpt van Afrikanen bijvoorbeeld... of van Aziaten met hun innerlijke beschaving. En je komt daar met al die mogelijkheden... die je intussen technisch ontwikkeld hebt. Ligt het dan niet een beetje voor de hand... om te denken dat je superieur bent? Klopt gewoon niet. We hebben eigenlijk... Wacht even. Oh, wil jij hem beantwoorden, Liesbeth? Sorry. ik denk dat het heel... ik denk dat ik daar fundamenteel mee... eens ben, ten eerste omdat er juist ook wel gemeenschappen waren en juist ook wel organisaties waren, politieke gemeenschappen, kunstobjecten, al dat soort dingen. Het beeld van die traditionele culturen. Maar deze mensen die denken dat ze superieur zijn, die weten niets van die culturen. Die zien alleen maar daar niets. Vinden zichzelf technisch en weet ik wat ze allemaal kunnen. Ze kunnen veel meer dan die mensen die daar zitten. Ze bouwen betere huizen, ze weet ik veel. Ze varen met boten van hier naar daar. Dat is mijn vraag. Niet, maar het klopt, niet ja. Dat ik daarmee eens ben natuurlijk. Maar ik vraag gewoon, is het niet een voor de hand liggende domme opvatting? Nee. Wat vind ik heel belangrijk is, en dit is, ja, ik hou van geschiedenis, maar ons huidige geschiedenis is heel beperkt tot ons verhalen. Maar als we kijken in de archieven, is het duidelijk vanaf de 15e eeuw, bijvoorbeeld die, wat nu zou Spanje zijn, ze hadden contacten met heel veel mensen in Afrika en ze wisten heel goed hoeveel wetenschap. De grootste bibliotheek was in Mali. Dus het idee dat toen ze wisten niet hoeveel kennis
En hoeveel rijkheden en hoeveel eigenlijk we zouden kunnen leren vanuit Afrika en Azië, klopt gewoon niet. Want we hebben bronnen dat we nu kunnen lezen, die tonen een briefwisseling tussen mensen die eigenlijk 10 of 12 talen spreken en nog een Europees taal zouden leren om te kunnen... Dus ze wisten ook toen, zeker de kerk en die archieven, wauw, ze wisten veel meer. Maar we doen alsof we niet wisten. Wat interessant is, en hier komt Arendt helemaal klopt, het was de politieke mensen, dus de kerk en de staat, die heel veel kennis hadden, maar die mensen, die imperialisten, gewoon die geld hadden, hadden niet direct een link, want dat was de bourgeoisie die plots heel veel geld hadden. Dus dat is niet hetzelfde als de kerk. Dus misschien was er inderdaad... Die mensen die daar toen hingen, ze waren misschien minder van die elite. Maar de elite toen wisten heel goed hoeveel kennis er was overal ter wereld. En ze waren eigenlijk een beetje bang van die kennis ook. Want dat was competitie voor ons Europees wetenschappelijk kennis. En misschien in toevoeging daarop, het hele sterke van haar analyse. En misschien lees ik haar als iemand die vooral nadenkt over, zoals ik zei, bestuurstechnieken of wat dan ook. Is dat het juist niet meer zou moeten gaan om een soort van psychologische verklaring. En wat bedoel ik daarmee? Het heeft niet zoveel zin om grote politieke, sociale veranderingen te duiden aan de hand van de intenties of de bedoelingen van individuele actoren. Juist omdat er heel veel aspecten daar niet in te vatten zijn. Dus het gaat om bijvoorbeeld het aanwezig zijn van overvloedig kapitaal. Het gaat om het aanwezig zijn van overvloedige mensen. Het gaat om het feit dat er bepaalde spanningen zijn binnen de natiestaat. Het gaat erom dat er in Zuid-Afrika opeens goud gevonden wordt en diamanten. En dat is het level van analyse. En het level van analyse is niet psychologiserend. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want onder psychologiserend worden heel vaak eigenlijk gemeenplaatsen gebruikt. Terwijl dat niet... Dat biedt niet zo heel veel. Dat toont niet wat er uniek is aan die gebeurtenissen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Waarom precies dan? Waarom niet eerder? En wat is precies het punt waar het misging? Wat was precies de misstand? En ik denk dat we daar heel erg moeten opletten. Dat het niet een psychologische verklaring is. En misschien in opvolging daarop, als we een psychologische verklaring geven, aan wie geven we de benefit of the doubt die we interpreteren? Ik bedoel, om uw kaart te trekken, het zou net zo goed omgekeerd kunnen worden. De schok zou ook omgekeerd kunnen zijn. Maar dat is niet het perspectief wat ze inneemt. En daar zit een hele grote lacune. Een lacune die ze wel adresseert wanneer ze het heeft over de kampen bijvoorbeeld. Maar niet wanneer ze het heeft over imperialisme en het geweld waaraan de bevolking in Afrika aan blootgesteld wordt. We gaan nu een filmpje zien van Esha Guy Hajjaj. Daarna is er eerst nog gesprek over de nazistaat en nog meer kritische kanttekeningen en de actualiteit van Arendt, met name dit boek. En krijgt u daarna ook weer de kans om de vragen die u misschien nu nog heeft, maar nog niet beantwoord zijn of nog niet gesteld zijn, om die te stellen. Dus eerst het filmpje van Esha. Deze zomer bezocht ik enkele dagen Portbou, het Catalaanse dorpje waar Walter Benjamin in september 1940 een einde aan zijn leven maakte. 80 jaar later leek het dorp één groot bedevaartsoord voor de verdwenen filosoof. Op gedenktekens verspreid over de stad viel te lezen hoe Hannah Arendt het plaatsje beschreef. Eén van de mooiste plekken die ze ooit had gezien. Een kwestie van trots waarschijnlijk voor de bewoners van Portbou. Maar ze passeerde er vlak na Benjamins dood in 1940 om zijn naamloze graf te bezoeken, alvorens naar Amerika te vertrekken. Het was het idee van mijn reisgenoot geweest om hier naartoe te gaan, in de voetsporen van Benjamin, waar hij op promoveerde. 'S Avonds dronken we pasties op een terras en keken we toe hoe de vredige heuvels achter ons langzaam een schaduw wierpen over het stenen strand aan onze voeten. We spraken over filosofie toen een oudere man van zijn tafel opstond om ons de hand te schudden. Hij wilde ons waarschuwen voor filosofie. In het beste geval een recept voor chocoladetaart, maar volgens hem nooit zo lekker als de taart zelf.
waarmee hij vermoedelijk op het leven doelde. Ik glimlachte beleefd naar de man van het ongevraagde advies, tot hij zich weer omdraaide. Eenmaal terug aan zijn tafel, riep hij ons nog één keer toe. Oh, en als jullie toch zo graag filosofie lezen, lees dan The Origins of Totalitarianism van Hannah Arendt. Meer heb je niet nodig. Chocoladetaart vind ik hoe dan ook niet zo lekker, maar ergens is het niet verrassend dat de man die filosofie in het algemeen smakeloos vindt, een uitzondering maakte voor Arendt. Zij hield zich bezig met een vraagstuk dat diep geworteld zat in het leven van na de oorlog. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Je moet daar durven eten, zei de man van Portugal. Ook al kom je er niet zonder vlekken vanaf. En Arendts vraagstuk kon ze even goed niet smetteloos behandelen. Zij zocht de voorlopers van Hitlers en Stalins totalitarisme in het Europese imperialisme in Afrika en India. Haar ernst en moed bewonder ik. Het zijn twee kwaliteiten die het lezen van imperialisme al de moeite waard maken. Des te spannender wordt het wanneer je beseft dat het werk ondanks de overtuigingskracht geen sluitend antwoord kan geven op de vraag hoe totalitarisme kon ontstaan. Tijdens het lezen vroeg ik me daarom af, waar zijn Arendts vlekken? Ik vermoed zelf dat er al één op de titel ligt, in het volle licht verborgen. Zonder imperialisme was het totalitarisme misschien niet ontstaan. Oké, maar dit geldt denk ik even goed voor het kolonialisme. Toch benoemt ze het kolonialisme slechts enkele keren om het direct van de hand te doen als een afgesloten hoofdstuk in de geschiedenis. Dit vond ik vreemd, omdat het nazisme en het stalinisme gemakkelijk in aanmerking komen voor het keurmerk van koloniale regimes. De Amerikaanse historicus Timothy Snyder wijst erop dat voor beide Oost-Europa, en dan met name Oekraïne, een geliefd gebied was om te bezetten, grondstoffen uit te onttrekken en, heel belangrijk voor kolonialisme, te bevolken. Denk aan de Duitse levensraam. En Stalin die sprak zelf van interne kolonisatie toen hij er een hongersnood veroorzaakte die miljoenen levens kostte. In die zin was de Tweede Wereldoorlog misschien wel de eerste koloniale oorlog die uitliep op het opbreken van de koloniale macht, Nazi-Duitsland. Maar Arendt publiceerde The Origins in 1951, toen de decolonisatieoorlogen pas net losbarsten in Indonesië en het toenmalige Indochina. Hoe had ze kunnen zien aankomen dat de grootste gebeurtenis van de 20e eeuw, de Tweede Wereldoorlog, de aanleiding zou geven tot een nog grotere, nog omvangrijkere, de decolonisatieoorlogen, die de wereldkaart zo drastisch zouden gaan veranderen. Het leek erop dat Arendt, ondanks haar kennis van de geschiedenis, deze omwenteling niet had kunnen voorspellen. Wat me weer terugbrengt naar het strand van Portboe. Toen de avond definitief was gevallen, stond de oude man op en wenste ons geluk in ons verdere leven, voor hij definitief het strand afliep. Het zal niet makkelijk zijn voor jullie, zei hij. Er gaat nog van alles gebeuren en weinig dat gerust stelt. Hierin leek hij eventjes in de voetsporen van Arendt en Benjamin te lopen. Hoe helder we het verleden ook voor ogen mogen hebben, de toekomst blijft ongewis. Toen, net als nu. Ja, Esja kijkt, dus jullie mogen rustig klappen. Anja en Lisbeth, eigenlijk een sombere boodschap van Esja. Het kolonialisme is al vanaf 1500 gaande. Arendt richt zich alleen maar op deze korte periode. En we zullen ook nog veel langer te maken krijgen met het kolonialisme. Neem nu alleen maar het continentaal kolonialisme of imperialisme van Rusland. Delen jullie die boodschap van Esja? Sorry. Mag ik eerst iets mooi? Want ik vond wel die link met Benjamin, dat sprak me aan. Want ja, het is ook... Ja, eigenlijk, we hebben alleen Benjamin nog
te lezen. Omdat Arendt heeft alle haar valiezen leeggemaakt. Hij heeft alle bladzijden van de boeken van Benjamin, alle notities, gewoon gebracht in plaats van alle andere dingen naar Verenigde Staten. En dan gezorgd dat alles gepubliceerd wordt. Dus, wat ik vind mooi eigenlijk met de drie boeken, ze spreekt wel van elementen die kristalliseert naar totalitarisme. Dat is een idee die komt van Benjamin, het idee van een constellatie. En ik vind dat heel mooi, want dat toont voor Arendt, je hebt al die verschillende sterren en het is door die linken tussen dat iets gebeurt. En het kon ook anders, want die linken zijn gemaakt door mensen. Dus ik vind het hele idee van elementen die kristalliseren is een Benjaminian idee. Maar nu ga ik wel over het... Ik ben niet mee. Eerste bladzijde, 9. Staat het hier. Sorry. Het imperialisme was voortgekomen uit het kolonialisme en werd veroorzaakt door de incongruentie tussen... Enerzijds, de rest is niet zo belangrijk. Voor Arendt, wat belangrijk is, is kolonisatie begint veel vroeger en het is ook gelinkt aan een staat. Dus bijvoorbeeld dus het zou zijn Portugal of Spanje of nog veel andere landen. Imperialisme is wanneer het koloniaal is gewoon niet meer gekoppeld aan een staat. Dat is precies, het is eigenlijk een soort van depolitiek kolonisatie. Dus ze maakt een verschil tussen wanneer het gebeurt door een staat en niet. En dat is heel belangrijk, want de link daar... Het is niet alsof ze zegt dat kolonialisme is niet erg en dat het ontstaat niet vroeger. Eigenlijk, het is de bron van imperialisme. Dus ik ben niet mee eens dat ze dat eigenlijk minimaliseert. Maar heel... dat moet je dan toch beter uitleggen, want in de 19e eeuw komt de nazistaat tot bloei. Nee, 1648, Westfalia. Ja, dan begint het. Maar echt tot bloei komen in Duitsland, 1871. In Frankrijk, dat komt, is toch echt... Ik denk het niet. Als tot we volle wasdom, moet ik zeggen. Nee, Huguenots, dat is in de 17e eeuw, de eerste vluchteling, waren eigenlijk mensen die hier kwamen. Die moesten vliegen van Frankrijk, die katholiek was, naar protestant Nederland. Eerste vluchteling, een staat die heel duidelijk was, als je hebt niet mijn godsdienst, je mag gewoon niet hier zijn, dat is vanaf Westfalia. Dat is de bron van de nazistaat. Nog erger, nog vroeger, 1555, Augsburg. Dus nee, het klopt gewoon niet. De staat is veel vroeger en kolonialisme is ook vroeger en racisme ook. Dus... Maar dat betekent dus dat je haar analyse van dat die nazistaat... eigenlijk de bron is van alle problemen. Zij is ongelooflijk tegen de nationale staat. Nee, het is meer complex. Oké. Ik was bij het herlezen verrast over haar ambiguïteit over de nazistaat. Dus als we Arendt denken in relatie tot de nazistaat, denken we heel vaak aan bijvoorbeeld On Revolution. Daar is ze heel eenduidig extreem kritisch op de nazistaat. Waarom? Omdat de nazistaat veronderstelt dat er een collectieve wil is die gevormd wordt. Maar die collectieve wil wordt eigenlijk gevormd door een gehomogeniseerde bevolking. Dus het idee alsof er een bevolking is die één wil heeft. En eigenlijk als je dit herleest, is ze veel dubbelzinniger. Dus ze maakt erin eigenlijk, het slaat een beetje om. Dus het eerste deel lijkt ze niet per se positief over de nazistaat, maar lijkt ze de nazistaat te definiëren aan de hand van de aanwezigheid van bepaalde democratische besluitvormingsmechanismen. Het feit dat er een representatieve democratie is, met name. Alsof daar ook nog een vorm van zorg is voor die instituties. En het is in die context dat racisme iets externs is en imperialisme eigenlijk een bedreiging is. Omdat dat niet ingebed kan worden binnen die structuren van een nazistaat. En het is pas in het tweede deel dat het omklapt, als het ware. En dat is ook belangrijk voor het laatste hoofdstuk waar we hopelijk nog over komen te praten. Omdat ze dan eigenlijk toont, zo die nazistaat was heel problematisch omdat alleen maar de... Ik zeg collectieve wilsvorming, dat is niet haar echte term, maar dat is meestal hoe we dat begrijpen. Voorbehouden is aan diegenen die tot die natie horen. Die tot die specifieke homogene groep horen. En dan wordt het problematisch. Want wat doe je dan met diegenen zoals bijvoorbeeld de Joodse groepering in Oost-Europa... die geen natie hadden waar ze toe behoorden? Ik denk dat Escher in zijn stuk voor de DBNG een hele goede kritiek formuleert... ook van de nazistaat. En ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Ik weet niet zo goed wat ik wilde zeggen. Maar dat is in ieder geval de achtergrond, denk ik, voor haar denken over de nazistaat in relatie tot racisme en imperialisme. En hoe die twee niet een één-op-één verhouding hebben, maar vaak met elkaar in spanning staan. Ja. Maar misschien moet jij dat beantwoorden, Anja. Want ik begrijp zelf nu niet goed de relatie tussen haar commentaar dat de nazistaat tot verval overgaat. Dat een van de redenen is dat daar de totalitaire bewegingen en uiteindelijk het totalitarisme ontstaat. En jouw opmerking, ja, maar juist dat imperialisme, alles wat voorbij die nazistaat gaat, is eigenlijk de oorzaak van het probleem. Vat ik je zo goed samen? Ja. Ja, het is moeilijk. Ik heb altijd zo. Ja, ik ben gewoon gestimuleerd door Lisbeth om. Oké. En dan komt er een buitenstaander die op een andere manier vragen stelt. Nee, het is niet dat. Ze spraken juist van On Revolution. En ik vind het nog steeds super belangrijk. En eigenlijk nog een heel duidelijk voorbeeld van een soort van eurocentrisch denken van Arendt. Hoe kan je een boek schrijven over revoluties en niet spreken over Haiti? De grootste, belangrijkste revolutie. En het komt gewoon niet in haar boeken. Dus dat toont nog een keer. En daar heeft ze eigenlijk geen excuus, want ze had wel de bronnen. Er was heel veel geschreven en ze hadden toegang. Dus eigenlijk, je ziet nog een keer met deze stukje over imperialisme. Ze had toegang tot bronnen over mensen vanuit Afrika of andere landen. Maar ze heeft eigenlijk het niet totaal gebruikt. En dat is een stukje eurocentrisch denken. Oké, maar dat was iets anders. Ik ben wel volledig mee. Het is eigenlijk de nazistaat. Het is heel dubbel bij Arendt. Ik vind trouwens een van de meest interessante denkers die gebruikt Arendt is Judith Butler. En Judith Butler heeft een hele boek geschreven inderdaad over dit soort van complex, dubbel kant van de nazistaat. En ook gelinkt dan een beetje aan Israël en Palestijn. Dus ik vind dat wel. Butler leest wel dit complexiteit bij Arendt. Op één kant, we hebben wel een nazistaat of een staat, als we kunnen die twee uit elkaar trekken, niet zo gemakkelijk. Dat is een soort van gemeenschap. Iedereen moet behoren tot een gemeenschap, een politiek gemeenschap met rechten. Dus Arendt ziet hoe belangrijk het is om eigenlijk te behoren, om thuis te zijn, om een plek te hebben op deze aarde, om eigenlijk met mensen te kunnen spreken. Dus de nazistaat was een van de belangrijkste structuren voor bepaalde mensen om eigenlijk een gemeenschap te kunnen hebben. Dus ze wil dat behouden, maar ze ziet ook door de discussie over Palestijn of India, heel duidelijk ook in het laatste hoofdstuk van deze boek, dat de mensen die niet een politieke gemeenschap, die eigenlijk vluchteling of staatloos, hoe ze eigenlijk totaal geen rechten zouden hebben zonder die nazistaat. Dus het is dubbel. Iedereen moet een gemeenschap hebben, maar de huidige situatie van nazistaat leidt toe dat sommige mensen gewoon niet behoren tot deze aarde. En dan, met racisme, dehumanisatie, kunnen leiden tot de Shoah. Mm-hmm. Ja, dus het is dubbel. Ja. Ik probeer ook je vraag naar te herdenken over of de nazistaat wel of niet een oorzaak is, als ik je juist heb begrepen, voor imperialisme. Ja. Er is sowieso niet één oorzaak. Dus nee, dat snap ik wel. Maar dit boek gaat natuurlijk over imperialisme en het laatste hoofdstuk gaat over de nazistaat. En hoe zit dat dan? Ja. Wat denk ik heel belangrijk is tijdens het herlezen zijn er zoveel hedendaagse scènes of hedendaagse momenten die voorbij komen. Dus bijvoorbeeld een van de aspecten die ze aanhaalt is dat we nu in een historisch moment leven wat uniek is. In zoverre betekent dat het hele oppervlakte van de aarde verdeeld is. Verdeeld is tussen nazistaten. Toen ze het schreef natuurlijk ook de gekoloniseerde gebieden. En dat betekende de facto dat als je een vluchteling was, van wie je staatsaangehorigheid, je staatsschap afgenomen is, je nationaliteit afgenomen is, dat je nergens terecht kan. Dus je kan dit niet lezen zonder na te denken over wat er gebeurt met de boten die in de Middellandse Zee liggen, die niet aan mogen meren, die om moeten varen, waarvan mensen niet aan de kust mogen. Dat betekent dat het mensen zijn die misschien formeel gezien nog wel een nationaliteit hebben, maar die eigenlijk niet als zodanig erkend worden. Die dus eigenlijk de facto stateloos zijn.
En die dus leven op een specifiek historisch moment waarop je nergens heen kan gaan als je geen nationaliteit hebt. Als je geen staat hebt, als je geen overheid hebt die naar je omkijkt. Mm-hmm. En ik denk dat dat het hele cruciale punt is wat zij in het laatste hoofdstuk maakt. Dus dan maakt ze eigenlijk een analyse wat er gebeurt in Oost-Europa, maar een analyse die dus ook die van toepassing is. Nou ja, waarvan ze ook niet zegt dat dat niet op van toepassing is op andere plekken. Mm-hmm. Maar ik wil het wel echt nu linken en ik ga heel voorzichtig nog een keer met een beetje een vergelijking. Want we hebben nu een situatie van vluchtelingen die komen uit Oekraïne. En mijn ouders komen uit die land, dus ik mag wel ook. Maar hoe zijn die mensen, die witte zijn, die meestal christelijke zijn, verwelkomd in Europa en alle wetten... En ik vind het fantastisch. Hè? Ik vind het super dat zoveel mensen, ook mensen die ik ken van mijn familie, hebben een plek gekregen. Super Europa. Maar dan vraag ik me wel af, in 2015, toen een oorlog ontstond en nog een keer heel veel mensen, nu wel mensen geracialiseerd en mensen die soms christelijk, maar ook niet christelijk, plots waren er nog meer wetten en meer grenzen en meer mensen die sterven. Ik vraag me af van hoe kunnen we dat eigenlijk... En ik zie bij Arendt hetzelfde. Ze maakt een verschil tussen witte Joden en mensen van kleur die eigenlijk van een andere plek komen. Eigenlijk zoals wij in de vorige 5 jaar hebben gedaan. Sorry, heel voorzichtig, tussen Oekraïne en Syrië. Dus ik vind haar analyse pijnlijk. En de feit dat het klopt nog steeds nu, is nog pijnlijker. Want we hebben allemaal haar boeken gelezen. En zoals het stond in het stukje, als je 1 boek leest... Het is deze boek. Trouwens, ik moet zeggen, ook, ik vond het tof. Arendt, in diezelfde interview, ze zegt, ik ben geen filosoof. Ik ben een politiek theoreticus. Ja, heel tof, zoals jou eigenlijk. Ja, ja. Want filosofie, ik ben mee aan. Dus ik zou liever een stukje taart. Hey, wat zouden jullie dan zeggen, want jij zegt het eigenlijk al voor een deel, Anja, van wat is de actualiteit van dit boek? Is het zo dat die effecten van het imperialisme van toen, en misschien ook daarvoor het kolonialisme, of sowieso het kolonialisme, komen die nog steeds vandaag de dag terug naar Europa? Hebben wij nu nog steeds te dealen met de gevolgen van het imperialisme? En wat zijn die dan? Ja, ik heb nog 1 citaat, maar ik wil het ook... Ja. I'm just getting in trouble. Okay, yeah. Volgens mij was dat pagina 215. De laatste zin van het hoofdstuk, juist voor deze... Ik vind ik wel echt een beetje... Ja, Arendt, soms denk ik dat het toch een beetje Nostradamus was. Echt profetisch, hè? Nee, het is ongelooflijk. Als je het leest nu van... Oh, wauw. Dus laatste zin, pagina 216, sorry. In tegenstelling tot de oude partijen hebben de bewegingen de laatste wereldoorlog overleefd. En vandaag de dag zijn het de enige partijen die voor hun aanhangers nog vitaal en zinvol zijn. Als we nu... ons huidige politiek systeem en het helemaal... Er is niet meer een verschil tussen links, centrum en rechts. Alles is zo verschaafd naar het rechts dat je ziet eigenlijk... Ja, partijen... Wat doet een politieke partij in onze maatschappij? Dat is niet alleen hier in Nederland, maar ook in België. En Arendt zegt het. Alleen zijn er de bewegingen die nog steeds... En we zien dat. Welke beweging is dat nu? Dat is Pegida, dat is de alt-right. Die bewegingen die toen startten, of niet... Maar eigenlijk een beetje de water gekregen hebben. Dat is de enige die nog bezig is met politiek. Politiek heeft eigenlijk zijn rol verloren door het hele economische verandering van onze samenleving. Dus de feit dat nu economie is veel belangrijker dan politiek. Bedoel je daarmee dat het neoliberale politiek, waarbij steeds meer het geld eigenlijk de overhand krijgt, dat de radicaal rechtse bewegingen in Europa, die eigenlijk voorbij de partijen proberen om zich te organiseren en ook grote massa's te organiseren... Erger, de partijen veranderen zichzelf naar hun discours. Dus de partijen eigenlijk... Ja, maar het is ook niet alleen neoliberaal, het is ook liberalisme. Want het eigenlijk de idee van een individu en een individu die moet eigenlijk niet behoren tot een politiek gemeenschap, dus ook geen politiek verantwoordelijkheid moet opnemen. Dus het begint met liberalisme, niet alleen neoliberalisme. Nu is het zo ver dat ik zie bijna geen week terug, maar
eigenlijk de bron zit bij de liberaal individu, bourgeoisie. Die heeft geld en die gaat het gewoon eigenlijk besteden op een spelse manier door imperialisme. Maar ja, je kan... Ja. Er is zoveel wat nog relevant is. Ik heb zo vaak zo uitroeptekens in de marges geschreven. Ik heb helaas niet zo goed opgeschreven wat de paginanummers zijn. Maar er is ongelooflijk veel wat relevant is. Dus bijvoorbeeld een van de sleutelaspecten van haar methodologie of van haar analyse is natuurlijk dat zelfs hele insignificante, marginale, gekke ideeën, als die maar op het juiste politieke moment circuleren en als die politiek bruikbaar zijn, kunnen ze gebruikt worden. Dus daar begint ze mee. Dat is de algemene inleiding voor het hele boek. Hoe kan het dat zoiets als antisemitisme, wat een marginaal idee was, zo'n centrale rol heeft gespeeld? Hoe kan het dat ook een proces als imperialisme ertoe geleid heeft dat humanity terugkomt als een concept, maar als een soort van geperverteerde versie van zichzelf? En ik denk dat die notie van absurditeit heel erg van belang is. Op een hele andere manier, als ik denk aan de klimaatcrisis, dat is natuurlijk bizar. Ik bedoel, we gaan aan de absurditeit van overconsumptie ten onder. Ik denk dat dat een analyse is die Arendtiaans is ten top. Het extreem kortzichtige consumeren wat ertoe leidt dat er uiteindelijk een resultaat is op een grotere schaal, wat compleet de mogelijkheid tot leven ondermijnt voor iedereen. En die absurditeit zit dus in de disproportionaliteit tussen enerzijds een idee of een handeling of een intentie en het effect anderzijds. Ik denk dat dat een heel fundamentele analyse is die relevant is. Ik denk dat ik ook al aanhaalde dat ik, wat voor mij heel interessant is ook, is om na te denken over hoe racisme niet gebonden is aan nationale staten. Dus misschien een specifieke inflection, dus een specifieke kleur die je krijgt van racisme afhankelijk van waar je bent. Maar desalniettemin is het een... Ik weet dat ik jaren geleden een foto zag van Le Pen en Wilders en nog wat op een rijtje bij elkaar. Ik bedoel, dat is een beetje... Dat kan je niet duiden als je denkt dat het een nationalistisch project is. Je kan alleen maar zien hoe die een coalitie vormen als je ziet dat het een racistisch project is. Want waarom zouden ze anders in godsnaam geïnteresseerd zijn om met elkaar om te gaan? Dus er zijn heel veel thema's die relevant zijn. Ik denk dat de thematiek rondom hoe zorgen we dat mensen een huis hebben. Dus als Arendt spreekt er van politieke gemeenschap, dan gaat het om hoe kan je mensen huisvesten. Dat is niet een huis als in waar je compleet comfortabel voelt, waarin iedereen het met elkaar eens is of wat dan ook. Maar dat is een plek waar je deel kan nemen aan publieke besluitvorming, maar ook aan extraparlementaire politiek. Dus protesten in de straat of wat dan ook. Hoe kan je zorgen dat daar manieren zijn om daarin aan deel te nemen? Dat kan niet als je een precaire verblijfstatus hebt, bijvoorbeeld. Of als je disproportioneel een grote kans hebt om politiegeweld te ervaren. Dus dat zijn nog steeds aspecten waarin ze heel belangrijk is en nog steeds relevant is. Dus enerzijds is het een tijdsdocument. Ik denk dat het glossarium een geweldige greep is van de redacteuren, want het is een heel goed glossarium met alle verwijzingen die misschien te historisch zijn om te begrijpen op een eerste lezing, bij een eerste lezing. En anderzijds is het echt een boek waar je naar terug kan keren. Ik zou zeggen ook, het is een soort van term die ik van een collega aanleen, van Caravintra, het is een toolkit. Dat is een concept van Foucault, maar het is een conceptuele doos eigenlijk. Dat klinkt een beetje gek, maar een ding waar je naartoe kan gaan en dingen uit kan grijpen en kan gebruiken. Dus ik denk dat superfluousness, overvloedigheid, zo een zinnige term is. Dus sorry, ik zit op mijn praatje. Mag ik nog één ding zeggen over superfluousness? Dus wat denk ik heel belangrijk is superfluousness is niet alleen maar de onderklasse. Dat is eigenlijk over de overtolligheid. Dat zijn de overtollige mensen. Maar ze heeft het specifiek ook over de overtollige mensen die van de middenklasse of de bovenklasse zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is als we het hebben over... er is een typische analyse tegenwoordig voor de opkomst van rechts. Wat is die typische analyse? De witte arbeidersklasse is vergeten. Dus de steun, de ruk naar rechts is vooral te wijten aan de witte arbeidersklasse die vergeten is door de sociaaldemocraten. Ik denk dat er van alles mis is met de sociaaldemocraten die inderdaad geen socialistisch programma meer hebben. Maar die analyse schiet tekort, want die gaat voorbij aan het feit dat een Forum voor Democratie niet de steun vindt in de witte onderklasse. Dat is een groep die steun vindt doorheen alle lagen van de bevolking. Dat is een beweging die steun vindt en ook bij wat Arendt de map zou noemen. Ja, ja.
Goed. Hey, ik wil even met een positieve noot eindigen voordat het publiek weer... Arendt eindigt het boek Totalitarisme, dus het laatste deel, met dat we met, ik geloof dat de formulering iets is als van dat we met het gezicht van het totalitarisme in het vervolg moeten leven. Dus we moeten er rekening mee houden dat dat onderdeel is geworden van de menselijke conditie. Zij stelt in de boeken daarna een, ik zou zeggen, bijna kleinschalig lokaal alternatief voor. De politiek moet in de publieke sfeer. Je moet allemaal bij elkaar komen. Er moet altijd ruimte zijn voor een nieuw begin, voor initiatieven. Ik mis daarin een pleidooi voor de liberale rechtsstaat. Dus, nee, jullie hoeven nu niet hierop te reageren. Sorry dat ik jullie even provoceer. Maar de vraag is, wat zien jullie als politiek theoretici, theoreticae, hoe heet dat in het Latijn? Wat zien jullie als positief alternatief tegenover dit... Ja, toch niet heel optimistisch stemmend verhaal. Maar Arendt is extreem optimistisch. Je moet het. Na wat ze heeft meegemaakt, je moet optimistisch zijn. Waarom zou je eigenlijk willen leven na wat... Je hebt iedereen verloren. Het is... Ja, sorry. Maar zit niet in dit boek. Nou, oké, dus het zit niet in dit boek. Maar het derde deel is het deel wat ze heel veel herschreven heeft. Sorry, dit is een filologisch uitstapje, als het mag. Dus toen ze de eerste keer Origins of Totalitarianism eindigde... sloot het niet af met dat bekende citaat van Augustinus... maar sloot het af met een soort van gekke quote van een apocrief geschrift. En die quote was... we moeten recht doen aan diegenen die verloren zijn. We moeten diegenen die verloren zijn... insluiten in de geschiedenis, eigenlijk. Dat is een hele duidelijke verwijzing naar de kampen... en naar de vergetelheid die dan ten deel voelt. Dus eigenlijk nu dat heeft ze... de 614e mitsvat. Ja, het is eigenlijk, okay. Ja. Dus heel, ja. Het is gelinkt dan, ja. Dus ze heeft dan over de rightful place in man's history... die teruggegeven moet worden. Ja. Dat herschrijft ze, dat laat ze weg. Dus in de tweede versie heeft ze het over de Hongaarse opstand... Ja. Waar ze een heel hoopvol moment in ziet. Mm-hmm. Dat laat ze weg op een gegeven moment. En in de derde editie, dat is de versie die vertaald is... daarin sluit ze af met Augustinus. En wat is daarvan de laatste zin? Dat er altijd een begin zal zijn. Mm-hmm. Dat we altijd hoop moeten hebben. En dat is de kern van haar latere denken over politiek handelen. Mm-hmm. Dat hoe ongelooflijk klein de kansen ook zijn... er is altijd een mogelijkheid tot handelen. En het is onze plicht, onze verantwoordelijkheid om de omstandigheden, de voorwaarden te creëren waaronder dat handelen plaats kan vinden. Dat betekent heel concreet, natuurlijk is ze een voorstander op een bepaalde manier van de rechtsorde, maar ze is een tegenstander van een liberale democratie, omdat ze niet een voorstander is van een representatief systeem. Ze is niet een voorstander van een Tweede Kamersysteem waarin we alleen maar één keer in de vier jaar een stem uitbrengen, misschien wat vaker, misschien nou ja, nooit minder vaak. Maar wat zij als politiek zou zien, is specifieke momenten. Ik denk bijvoorbeeld aan de Youth for Fridays for Future, bijvoorbeeld. Dat is politiek. Mm-hmm. Dat is echt en politiek, dat is met name politiek, omdat het echt parlementair is. Daar vindt zelforganisatie plaats. Dat zijn de momenten waar we hoop aan ontleden. En die we nodig hebben. En daar gaan we het mee redden? Sorry? Daar gaan we het mee redden? Of we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Voilà. Dus het kan niet alleen. En daarom is het ook superkritiek over alles wat liberaal is. Want bij de liberaal is er gewoon een individu. En voor Arendt, politiek is gemeenschappelijk, is gedeeld tussen mensen. Eigenlijk, als ik het lesgeef hierover, vind ik... Dus als we vinden dit boek een beetje te deprimerend, moeten we dan direct beginnen met de menselijke conditie. Want eigenlijk, dat is, die twee zijn eigenlijk twee kanten van een... hoe zeg je dat? Ja... Een politieke theorie. Ja, maar eigenlijk, ja, inderdaad, twee kanten van een cent of zoiets. Dus je hebt eigenlijk een heel kritisch analyse van wat is fout gegaan. Oké, hoe kunnen we dat herstellen? En dus dat is de menselijke conditie. En eigenlijk is het geeft meer hoop dan misschien alle boeken nog steeds. Van, het is eigenlijk om samen te zijn met mensen, maar mensen die allemaal moeten behoren. Want dat is nog niet het geval in ons liberaal staat. En het moet wel ook... gemeenschappelijk. En we kunnen zoveel verschil maken. Dus we denken over Black Lives Matter, Fridays. Dus er is superveel, maar het gebeurt allemaal horizontaal. Tussen mensen, heel vaak op straat. En niet verticaal, niet door het partijsysteem, regeringen. Dat is niet politiek voor Arendt. Dat is precies waarom ze zegt, ik ben geen filosoof. Want filosofie is bezig met de verticaal. En ik doe politiek. Politiek is eigenlijk tussen mensen, horizontaal.
En bij een liberaal staat, we hebben eigenlijk al het gevoel, welke verschil kan ik maken? Ik ben één mens die maar één keer in de 4 jaar stemmen. Nee, één persoon kan zo'n groot verschil maken. Door samen te werken met anderen, kunnen we gewoon echt, ja, volgens mij, als we hebben eigenlijk deze aard kunnen bijna tot dit punt brengen, kunnen we het ook anders doen. Zeker. Misschien heel kort. Dus je had het eerder over de publieke sfeer. Natuurlijk, ze gebruikt die term niet. Ze heeft het over publieke ruimte. En ik denk dat dat van belang is. Met publieke sfeer, dan denken we aan een soort van Habermasiaans idee waarin er tijdschriften zijn of koffiehuizen met een beetje geluk, waarin meningen circuleren. De publieke sfeer wordt bepaald door bepaalde logica in de pers en in de media. Ze heeft het over de publieke ruimte. Dus heel concreet over mensen die samenkomen, die het liefst samen in een ruimte zijn en daar iets organiseren. Niet hiërarchisch zoals wij hier zitten, maar met elkaar in dialoog en ook op de barricades. Ik bedoel, het is niet alleen maar praten. Het is ook concreet andere samenlevingsvormen tot stand brengen. En die mensen kunnen niet homogeen zijn. Er moeten wel ook verschillen tussen de mensen. En in een liberaal staat heb je meestal de mensen die kunnen praten, zijn homogene. Dus het moet wel echt met verschil. Ja. De zaal is aan het woord. Wie mag ik het woord geven? Waar is onze microfoon? Hiervoor. Mevrouw, hier. De moderator. Nou, eerst even hiervoor, sorry. Een hele korte vraag. Klasse, in hoeverre speelt dat wel of niet een rol bij Arendt? Dat is geen claim vragen. Het is een heel ander uur. Dus maar het is super interessant. Dus ten eerste, er is een Duitse en een Engelse versie. De Duitse versie is veel uitgebreider erop. Dus als iemand ooit een studie wil doen van Hegel en Marx en de staat, zo lees de Duitse versie in plaats van de Engelse / Nederlandse versie, als een zijnoot. Dan klasse. Wat super interessant is, is dat ze het heel vaak heeft over het uiteenvallen, de fragmentatie van de samenleving. En een van de weinige manieren om daar tegenin te gaan, om nog een sens van belonging te hebben, is om deel uit te maken van bijvoorbeeld de workers movement. Dus om je eigenlijk in te zetten, je bewust te worden van je klasse en je aan te sluiten bij de politieke beweging daarvan. Dit is een vroege Arendt. Dus hier is ze nog relatief marxistisch, denk ik, in haar analyse. Dat wordt later wat anders. Maar hierin is het duidelijk nog een analyse van klasse. En de fragmentering van de samenleving, die ze nog meer uitgesproken bespreekt, ook in het deel over totalitarisme. Ze stemt nog in met het idee van een klasse-samenleving. Ja. So dat is heel complex voor haar. En ik denk, hoe heet de vertaling? The Promise of Politics of zoiets? Eigenlijk zei ze wel een hele boek over Marx geschreven en dan besloten om het niet te publiceren. En dan toch een beetje geschreven. En dan nu eigenlijk is het uitgekomen. Dus je ziet dat ze wortel ongelooflijk veel met dit hele discussie. Maar het is ook omdat hoe op die tijd klas was vaak gezien gelinkt direct aan communisme en niet aan marxisme. Dus, en ze heeft ook gezien wat gebeurt. Dus het is wel complex, maar het speelt een heel grote rol. Heel grote rol bij haar. Ja. De meneer in hiervoor. Ja, ik wou even weten, die mevrouw Arendt die was gevlucht vanuit Duitsland. Maar er was nog iemand gevlucht vanuit Rusland. Dat was die mevrouw Rent. Die toen die hele giftige utopieën heeft geschreven. Heeft zij daar invloed van ondergaan? Want mevrouw Arendt die heeft natuurlijk wel onder invloed geweest van de neef van Sigmund Freud. Want als je in die film ziet hoeveel ze zitten roken. En dat was natuurlijk de grote kracht van het boekje Propaganda van de neef van Sigmund Freud. Ja, dus de vraag is wat de relatie is tussen Ayn Rand en Hannah Arendt. Ayn Rand, de auteur van Fountainhead. Ik heb daar eerlijk gezegd geen idee van. Maar ik denk dat de link met de neef van Freud interessant is. Dat is die neef die in de documentaire van Adam Curtis gaat hij daarop in, volgens mij. Die heeft zo het roken eigenlijk veralgemeniseerd en ook een soort van fetish van gemaakt, volgens mij. Oké. ik weet niet zo goed wat of ze Ayn Rand gelezen heeft. Ik heb het idee dat hij net in andere
werelden, intellectuele cirkels bewogen. Maar er zijn dus ook super interessante antwoorden kunnen. Dus Jerome Cohn heeft wel alle boeken van Arendt en alle notities opnieuw in Digital Library. Dus eigenlijk die vraag kunnen we wel antwoorden door een e-mail te schrijven naar de archieven. Dus bijvoorbeeld, ik zou het wel kunnen opzoeken en een antwoord geven, maar op dit moment weet ik niet. Maar we kunnen zien wat ze heeft eigenlijk in haar bib. Dat was, ja, maar ik weet het niet. Het is wel een interessante. Ik weet dat in het nieuwe boek van Hans Achterhuis over Hannah Arendt, Ik wil begrijpen, de onbekende Arendt, daar bespreekt hij Ayn Rand en Hannah Arendt naast elkaar. Oh. Ik kan, ja. Mijn aanvoelen is dat Arendt een, heel kritisch zou zijn van een utopistisch denken. Dat formuleert ze vooral natuurlijk in relatie tot het nazisme en het marxisme. Dus het hele idee dat we een blueprint kunnen schetsen van hoe een samenleving zou moeten ontwikkelen op basis van bepaalde wetmatigheden. Wetmatigheden wat betreft historische wetten of wetmatigheden in termen van psychologische besluiten. Noem je dat? Psychologische keuzes. Daar zijn ze ongelooflijk kritisch ten opzichte van staan. Dus ik denk dat hij Ayn Rand voor meerdere redenen niet oké zou vinden. Ik denk ook het sterke egoïsme en het individualisme natuurlijk, wat haak staat op haar idee van, op Arendt's idee van collectief handelen. Maar ook het hele idee dat je kan uittekenen hoe een samenleving eruit zou moeten zien. Ja, dat is iets wat ze absoluut zou verwerpen. Ik ken Ayn Rand niet genoeg om te zeggen, maar volgens mij heeft zij een heel gedetermineerd idee van de mensen, zo menselijk natuur. Arendt is heel bewust, ze heeft nooit gesproken over menselijk natuur, maar altijd over de menselijke conditie. Want het is dynamisch, het kan veranderen, het is altijd in relatie tot met andere mensen, dus mit zijn. En ik vind precies dat zou wel een belangrijke tegenstelling. Voor Arendt, niks moet zo zijn, alles was contingent. Ook eigenlijk totalitarisme kon ook anders zijn. Bij Ayn Rand is het meer een soort van zo moest het gebeuren. Dus ik denk dat dat is echt twee verschillende blikken. Achterin is een vraag. Ja, ik had nog één korte vraag. Omdat ik had het idee dat Arendt's idee van de publieke ruimte net wel heel erg werd verheerlijk, maar het is ook ergens toch wel heel problematisch in de zin van dat het... je moet het arbeiden, je moet alles ontstijgen om politiek te kunnen zijn. Dus je moet, en dat is toch best wel problematisch, toch ook, omdat ze dus op die manier de dingen die het politiek handelen mogelijk, de obstakels, die depolitiseert ze om politiek te kunnen zijn. Dus alle mensen die niet het arbeiden, het werken kunnen ontstijgen. Is het duidelijk? Sorry, het is niet een heel duidelijk vraag. Ik snap het. Ja. Dus misschien in The Human Condition maakt Arendt een heel sterk onderscheid tussen drie vormen van handelen. De eerste is drie activiteiten moet ik zeggen. En de eerste is handelen, dus dat is samenkomen met andere mensen, waarin je eigenlijk iets nieuws tot stand brengt. Dus politiek is specifiek handelen, waarbij we onszelf ook ontsluiten als unieke personen en iets nieuws tot stand brengen. Dus bijvoorbeeld Fridays for Future is een vorm van politiek. Of van revolutie is voor haar de ultieme vorm van politiek. En dan is er work en labor. Dus work is instrumentele handeling. Een instrumenteel iets doen, iets maken, een tafel in elkaar timmeren. Of bijvoorbeeld op zijn Ayn Rand een blueprint uittekenen van hoe een samenleving eruit zou moeten zien. En dan is er labor. Dus dat zijn alle handelingen die, of alle activiteiten moet ik zeggen, die gericht zijn op overleven. Dus huishoudelijke taken, alle taken die sterk gegenderd zijn ook. Eten, klaarmaken, groeien. En dat is specifiek heel vermoeiend. En wat er nu gezegd wordt, is dat heel terecht publieke ruimte voor Arendt is voorbehouden aan handelen. De facto is ze soms wat ambiguur daarover. Dus enerzijds ben je helemaal spot on met je commentaar. Dus politiek is inderdaad soms bijna purified en heeft enkel en alleen betrekking op politiek handelen. Maar ondertussen, als wij kijken naar wat Arendt bespreekt om te handelen, of als wij met Arendt naar handelen willen kijken, dan is het duidelijk dat er ook een bepaalde doelmatigheid in zit. En dat er ook een bepaalde aspecten van labor in zitten. Dus neem bijvoorbeeld Fridays for Future. Enerzijds horizontaal proces, een groep die samenkomt, maar ook een bepaalde doelmatigheid. Ik denk dat er heel veel mensen nu heel erg teleurgesteld zijn nadat de kop over is. En ten naaste ook een aspect van
huishoudwerk of een soort van zorg, zou ik willen zeggen. Zorg, die betrekking heeft op de fysieke noden van de deelnemers. Dus ja, ik denk dat we daar Arendt kunnen nuanceren. Maar soms met en soms vraag, tegen haar. Als ik hem goed begrijp, is toch van... Is dit werkelijk het politieke antwoord? Is het voldoende? En sluit je bepaalde mensen niet uit? Omdat je toch... Ja, het handelen uiteindelijk het politiek is. Arendt, haar politiek is meer inclusief dan alle andere ideeën van politiek. Dus eigenlijk is het iedereen... Iedereen. Je moet eigenlijk ook mensen die eigenlijk staatloos kunnen politieke doen. Je ziet dat wel met vluchtelingen en ja, kinderen op straat voor de Vrijdag. Dus dat zijn echt... Iedereen kan politiek zijn door samen te werken. Dus eigenlijk vind ik haar idee van politiek misschien de meest inclusieve. Ik vind wel... Want ik was een beetje verbaasd toen ik kwam naar België. Als mensen beginnen met de menselijke conditie... En ze lezen het eigenlijk via filosofie, wat heel gevaarlijk is. Je krijgt een soort van... Arendt is gewoon een soort van nieuwe Aristotel, die eigenlijk dit soort van drie... Maar de menselijke conditie is een analyse. En eigenlijk probeert Arendt op een analytische manier om dingen uit elkaar te trekken, om ze beter te kunnen begrijpen. Maar in het leven is dat nooit eigenlijk uit elkaar. We zien dat eigenlijk tijdens de coronacrisis, hoe politiek zorg was... En voor Arendt, je hebt genoeg voorbeelden waar eigenlijk heel veel dingen die gelinkt zijn aan lichamen of eigenlijk werk heel politiek kunnen zijn. Dus het is wel... Ja, we moeten voorzichtig op hoe we Arendt lezen. En ook, ze is niet een filosoof die op een heel systematische manier schreef. Ze was meer een soort van... Ze reageert op iets, op totalitarisme of ja, soms slechte punten in de Verenigde Staten over racisme, maar... Dus het was meer een reactie en een analyse. Want ze wou, en je ziet het ook in die heel mooie interview, ze wou gewoon begrijpen van hoe gebeurt dat? En de tools dat ze gebruikte soms leed wel tot misbegrip. Maar het is wel... haar idee van politiek is, ik denk, de meest inclusieve. En die manier van haar te lezen alsof je moet eerst dit en dat moet apart van alles lichamelijk en werk, klopt gewoon niet. En misschien om het te hebben over waarom het zo inclusief is, is bijvoorbeeld als we nadenken over politiek als het verhelpen van problemen. Dat betekent dat alleen maar een expert mag praten. Dat betekent dat jij en ik uitgesloten zijn. Ik bedoel, ik ben geen expert. Ik ben geen expert. Ik heb heel duidelijk gezegd, ik ben geen expert in het oplossen van de huisvestingcrisis of wat dan ook. En met Arendt hadden we kunnen zeggen, we moeten allemaal samenkomen. Omdat we allemaal een bepaalde opinie daarover hebben, een bepaalde manier hebben waarop de wereld zich verschijnt. Zich vertoont aan ons. En dat is waarom het zo inclusief is. Maar er is wel een probleem, en ik ben heel benieuwd wat jij er ook van vindt, Anja, is theoretisch punt en dan praktisch punt. Dus heel theoretisch gezien, Arendt is heel kritisch op een Hegeliaanse notie van intersubjectiviteit. Wat betekent dat? Ze verhield zich heel kritisch tot die idee waarbij we de ander objectiveren tot bijvoorbeeld een ding. Dat is een analyse die heel relevant is voor Fanon, voor Beauvoir. Die vinden we ook in Sartre, maar Sartre doet er... die is bezig met obers en mensen die door sleutelgaten kijken. Beauvoir en Fanon, die politiseren dat. Die hebben dat over visible identities, zichtbare identiteiten. En die hebben het over hoe het specifiek in relatie is tot diegene die... van buitenaf overgedetermineerd zijn, om Fanon's term te gebruiken... op basis van hun uiterlijk en op basis daarvan uitgesloten worden. Ze verwijst heel summier daarnaar op het einde van imperialisme. Daarin zegt ze dat het inderdaad heel lastig is als je de enige persoon bent van kleur in een witte gemeenschap om dan serieus te worden genomen. Het is niet alleen maar als er één persoon is. Het is ook als het overbepaald is door de geschiedenis dat mensen uitgesloten zijn. En dit is een punt wat ze niet thematiseert als het heeft over de publieke ruimte. Dus het thematiseert niet hoe machtsverhoudingen ertoe kunnen leiden dat zelfs als we samenkomen in een groep, dat daar met name in de zichtbare objectificatie die plaatsvindt via zichtbaarheid, mensen uitsluit of mensen marginaliseert. Maar goed. Daarmee is de vraag of deze politieke benadering nou werkelijk de problemen oplost, eigenlijk... niet in eerste instantie nog niet positief beantwoord, zou ik zeggen. Maar het is niet zo simpel. Het kan niet simpel positief en negatief. Het is, ja. Nee, er zijn ook geen simpele oplossingen. Filosofen moeten altijd alles complex maken. Het is al over 6:30. We moeten aan de drank. Als er iemand is die zegt... Ik moet absoluut nog één piepklein kort vraagje stellen. Die mag dan niet meer dan 10 woorden zijn. Ja.
Ja. Wacht even, er was hier nog iemand die een vraag nog had? Hier. Ja, dan krijgt die mevrouw voor. Want oh, die is, nee, die is... dan, ja, oké. Okay. Heel kort. Heel kort. Aangezien haar opvatting van de publieke ruimte en de soort parallele of horizontale bewegingen enzovoort als een oplossing voor nou ja, fascisme of whatever, of de verkeerde regeringen en zo. Hoe zou Arendt internet vinden? Die absoluut parallel is en ontstaan ook. Luister, jullie mogen allebei een one-liner doen. One-liner. En daar moet je, wow, daar moet je het in zeggen. You go first. Ja. Nou, ik zou zeggen dat Arendt misschien sympathiek was voor het oorspronkelijke idee van internet als een gedecentraliseerde manier om informatie te verspreiden, maar dat ze extreem kritisch zou zijn ten opzichte van sociale media, wat een heel recent fenomeen is. Dat is wel iets anders. Dat is nog maar 15 jaar geleden. En het monopolie die uitgeoefend wordt door de internetgiganten. Dus het is alleen maar omdat er een Google is, omdat er een Facebook is, waarin er een bepaalde perverse prikkel is, dat er die ui-functie misschien plaatsvindt. En desalniettemin zou ze denk ik ook aantonen, of zou ze ook hopelijk, ik weet het niet zo goed, positief zijn over de uitwisseling van opinies. Maar in zoverre die uitwisseling van opinies niet mogelijk is, zou ze extreem kritisch zijn. Ja, yes, precies. Anja, nog één, nog korter. Ik vind het wel nog belangrijk, ik zou wel de focus leggen op mensen. Dus het is niet de internet of niet, want de internet eigenlijk klopt. Het kan fantastisch dingen doen, het kan mensen samenbrengen, maar het is de mensen zelf die eigenlijk een iets kunnen gebruiken, ofwel om samen te zijn, ofwel apart van elkaar. Dus je ziet eigenlijk, social media trekt ons uit elkaar, maar bronnen zoals Wikipedia kan eigenlijk kennis samenbrengen. Dus het is niet het internet. Het is wat mensen doen samen met iets zoals het internet. Dus het gaat niet over internet, het gaat over mensen. Dank je wel. Voordat we nu echt aan het drinken gaan. Het boek Imperialisme is te koop. Het kost €29,90. Ook antisemitisme en totalitarisme zijn te koop. Voor minder dan €80 heeft u ze alle drie. Ik wil heel graag Esja Guy Hajdaj, Anja Topolsky en Lisbeth Schoonheim heel hartelijk danken voor jullie zeer intelligente en interessante bijdrage. En dank aan jou ook. Jullie ook allemaal hartelijk bedankt.